Zometeen in DBC-nieuws van woensdag 13 juni. De pastorie in Est gaat in de verkoop. Jonge atleten uit de regio vermaken zich bij Marvel in Sportpark Den Wielakker. En een terugblik op de Boksterse Avond Vierdaagse. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus van der Horst Bokstel en Albert Heijn Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws, een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Woensdagmiddag 13 juni kregen de middelbare scholieren van het Jacob Roelands Lyceum en het Baanderherencollege te horen of zij zijn geslaagd. Door de nieuwe privacywetgeving die onlangs van kracht werd, worden voor het eerst sinds jaren de namenlijsten van de geslaagden niet gepubliceerd. Ook 300 studenten van MBO-school Sint-Lucas horen deze week of zij hun diploma hebben behaald. Zij hebben in de school aan de Burgakker hun creatieve werkstukken geëxposeerd. De tentoonstelling varieert van ambachtelijk vakwerk tot hypermoderne technieken. Irene Kuipers uit Bokstel gaf haar examinatoren een hint dat ze naar de vakantie verlangt. Zij richtte zich op strandmode uit de jaren 30 van de vorige eeuw en maakte kleurige zonnehoeden. Samen met ouders en grootouders leefde de jeugd van de Boksterse basisscholen zich vorige week uit tijdens de avondvierdaagse. Zo'n 2200 wandelaars gingen op pad. DBC Nieuws nam vrijdag tijdens de laatste etappe een kijkje bij het vertrekpunt op het Jacob Roelands Lyceum en bij de feestelijke intocht op de markt. Zin in? Ja. Ja? Maar, en hoeveel kilometer ga je lopen? 10. 10 kilometer? Ja. Daar hou jij nooit vol? Jawel. Weet je het zeker? Ja. Gaat u hier als lagere school dame mee? Nee, we gaan gewoon vrij, gewoon als oude taaiers. U bent een oude taaier? Ja, ik ben een oude taaier, ja. U loopt 10 kilometer helemaal mee? Ja, 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 ja. Mag ik vragen hoe oud u bent? Ik ben van 40, dus 78. Ja, precies. Moet je nadenken ook. Het lukt wel hoor. Krijg je op die leeftijd, hè? Ja, ja, ja. Jullie hebben gisteren de derde dag moeten aflassen. Vertel eens, waarom hebben jullie moeten doen? Het weer. Dat is de enige reden. Het was heel twijfelachtig of het waar het onweer zou komen. Boven Lennisheuvel of niet boven Lennisheuvel. We wilden geen risico nemen, want je hebt met veel kinderen te maken. Met risico's van onweer in de bossen, et cetera. We vonden het risicovol. Toen zei, doen we niet. Hoeveel kilometer heb jij gelopen? 10. 10 kilometer en nou al hier? Ja. Hebben jullie hard gelopen? Nou, ik ben gewoon hard doorgelopen en ik heb het laatste stuk op koud gerend. We hebben, ik geloof, ongeveer 40 kinderen die meedoen. Die meedoen. En dan heel veel ouders en leerkrachten. We hebben geloopt. Hebben jullie geloopt? En hoe ver hebben jullie geloopt? 5 kilometer. En heb je al die dagen gelopen? Ja. En de derde dag ook? Nou, één dag toch niet. Want op één dag hadden ze onweer versteld, maar dat was het toch niet. Hadden ze onweer besteld? Nee, en, was het toch niet. En er was geen onweer? Nee. En nou heb je hoeveel dagen gelopen? 3. En heb jij ook een medaille verdiend? Ja. Ja.
Recreatiepark De Langspier leek zondagmiddag heel even op een Ibiza-strand. In ruim 40 marktkraampjes werden tal van mode- en lifestyle-artikelen te koop aangeboden. Kinderen konden bovendien een ponyritje maken. De Ibiza-fair werd voor het tweede jaar op rij gehouden. DJ Miss Tonica zorgde voor de muzikale omlijsting. En dankzij het optreden van singer-songwriter Dennis Wels en zijn gitaarleerling Kim van Kasteren klonk er ook live muziek. Organisator Natasja Willems sprak na afloop van een geslaagde editie. Graag had het bestuur van de Heilig Hart Parochie zelf een bestemming gevonden voor de overbodig geraakte pastorie naast de Sint-Willibrorduskerk in Es. Maar daar stak het bisdom een stokje voor. Nu komt het monumentale pand aan de Dorpsstraat te koop. Zo werd vorige week duidelijk. DBC Nieuws vroeg inwoners van Es naar een mening en hun ideeën voor een nieuwe invulling van de pastorie. Jammer, maar het kan niet anders, denk ik. Het kan niet anders. Economisch gezien is het niet meer te doen. Nou ja, het is in ieder geval een goed ding, dus dat het dus weer benut wordt. Ja, dat vind ik een goede zaak, want nou wordt er niks mee gedaan. En ja, ik kan het beter verkopen dan dat er niks mee wordt gedaan, toch of wel? Ik ben niet gelovig, ik heb daar zelf niks mee en ik heb daar ook geen mening over, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar wat vind je ervan dat die verkocht wordt? Ja, ik vind het wel heel jammer. Als hij in ieder geval maar niet afgebroken wordt. Zo, als ze er wel iets aan kunnen doen. Op zich goed. Als het toch niet meer wordt gebruikt, dan is op zich goed. Wat vindt u dan, wat voor bestemming het eigenlijk zou moeten hebben? Ja, op zich is het niet zo moeilijk. In ieder geval, gezinnen, dat mag, families, woningen misschien gedeeltelijk verbouwen. Tot woningen of flats, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval geen rare dingen. Ik denk dat ze iets zouden moeten doen waarbij de jongeren ook meer betrokken kunnen worden. Dan zou ik het dus eerder dus in een beetje in de tentoonstelling of museumpje of zoiets dergelijks willen. Een studentenhuisje. Ik hoop dat het een beetje onder Essenaren blijft eigenlijk. De Essen is toch een dorp, een gezelligheidsdorp. En ik hoop niet dat er van die buitenstaanders in komen. Dat zou niks worden. Maak er iets cultureels van dan of zo? Oh, dat zou ik niet weten. Gewoon woonhuis. En verder helemaal niks. Of een winkeltje of zo. Of een leuk eettentje. Oh, eettentje zou nog wel leuk zijn. Met een terrasje ervoor. Ja. Je had erbij moeten zijn. Als één cliché geldt voor live in Liemt, dan is het dit wel. Op diverse plekken in het dorp genoot een select gezelschap van optredens en bezienswaardigheden tijdens het locatiefestival. Popcore Spirit uit Berlikum blies, of liever, zong tot slot het publiek in de Sint-Jans-onthoofdingskerk als het ware omver. Jammer eigenlijk dat slechts 200 toegangskaarten werden vergeven. Voorafgaand aan het knallende eindoptreden keek en luisterde het publiek al wandelend wat live in Liem te bieden had. De Britse singer-songwriter Sam Brooks bijvoorbeeld, of van een strijkkwartet bij het Sint-Janspontje over de Dommel. Indruk maakte ook de dansende circusartiesten van de Tea Time Company, een artistiek en acrobatisch trio uit Tilburg. Acrobatische toeren haalden ook de 185 pupillen soms uit, die, verdeeld over 23 teams, zaterdag deelnamen aan de Athletic Champs bij Atletiek Club Marvel. Aan de competitie in sportpark Den Wielakker deden ook kinderen mee van zusterverenigingen uit de regio. Den Bosch, Vught, Os, Gemert en Uden. Spelenderwijs raken zij zo bekend met diverse atletiekonderdelen. Nog een kleine 5 minuten voor de wissel en dan gaan we naar de volgende onderdelen. Als je maar niet over de dingen.
gestoten. Goeie. 42. Op Sophie. Heel even het gevoel krijgen dat je dat. Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van DBC Nieuws voor deze week. Mocht u deze aflevering nog terug willen kijken, gaat u naar de website en Facebookpagina van Brabant Centrum en Omroep Dommeland. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.